Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe F1 2020 Career Mode. We zijn weer terug en we gaan op naar race nummer 12. Op naar Engeland, Silverstone, en het gaat heel wat worden. We gaan ook ons team kiezen of we blijven bij aftouwen. Kan ook natuurlijk, maar dat zie je in deze video. En wil je nou geen Career Mode missen, smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en vergeet niet om dat belletje aan te zetten, zodat je geen enkele video mist. En dan gaan wij lekker beginnen met de video van vandaag. En ik was een tijdje eventjes wat minder actief vorige week, omdat ik met allemaal grote projecten voor dit jaar bezig ben. Voor Logitech, dus dat nam even wat meer beslag in. Het zijn allemaal super leuke dingen om te doen, vind ik. Alleen, YouTube kwam eventjes niet aan bod. Want ik moest gewoon die dingen afmaken en mijn deadlines halen. En dan kunnen we verder met leuke filmpjes. Ja, de contract renewal. Ik heb heel veel van jullie reacties gelezen. Sommigen zeiden, ga naar Renault, naar McLaren, naar Racing Point, naar Red Bull. En ook sommige mensen zeggen van, waar slaat het op? Halverwege seizoen switchen, slaat helemaal nergens op. Slaat ook helemaal nergens op. Dus ik denk dat we dit seizoen lekker afmaken met AlphaTauri. Kijken waar we dan staan. Waarschijnlijk niet de regelchanges doen, zodat het team gewoon even dipt. Zodat we bij het nieuwe team hopelijk boven AlphaTauri staan. Wat misschien wel McLaren gaat zijn. Een van mijn favoriete teams. Approaching team. En ze accepten me. Voor 7 miljoen, hè. Dit is wel eventjes wat meer dan we hadden. Laten we voor die 7,5 gaan voor een medium risk. Want we doen het heel goed voor het team. Dus ik vind wel dat wij wat meer verdienen. En ze declinen mij. Wat naar? Nou, dan gaan we even terug. En dan skippen we even een dagje. En dan gaan we het weer opnieuw proberen. Kom maar. Approaching. Oké, nou, ze willen me wel nog. En we kunnen nu voor een low risk toch 2 ton extra krijgen. Dus voor de 7,2k gaan we dan maar nu. Fingers crossed, sending demands. En we zijn weer signed, jongens. 200k hebben wij bij de Perk Fund. Dus we kunnen weer leuke dingetjes gaan kopen. Nou, en wat gaan wij dan doen? We hebben 520.000 om te besteden. En dat is net niet genoeg voor de R&D boost. Social media gaan we ook niet doen. Dus dan gaan we maar hier de engine wear reduceren. Huppakee, lekker. En dan zijn we er weer helemaal klaar voor. En we hebben 1000 R&D points. Hij zegt van werk aan het chassis. Maar we staan zelfs voor Renault en Aston Martin. Dus gaan we dat doen. We hebben wel het minste aan het chassis gedaan. Dus laten we dan maar iets aan de... We zitten bijna vast. We zitten eigenlijk helemaal vast. We kunnen dan niet meer doen. Maar we gaan wat aan de tire wear doen. Dat die ietsje minder slijt. En dan gaan we weer, jongens. Het weekje gaat beginnen. We krijgen een personeel upgrade. Spec 2. We hebben de ICE durability. We hebben onze weekly resource points. En we hebben een chassis upgrade. Dus het gaat lekker. De auto wordt steeds en steeds beter. We zijn eigenlijk gewoon beter dan Red Bull. Hoeven we niet eens met team te switchen, jongens. Dus laten we even naar de training gaan. Zie ik jullie bij de puntentelling van de training. En dan gaan we door naar de kwalificatie. En de race voor vandaag. Nou, we moeten onze rival gaan kiezen. En er gaat iets goed mis hier met het level, jongens. Blijkbaar zijn wij even goed als Max Verstappen, Leclerc en Vettel. En dan gaan we maar voor de laagste acclaim. Ik denk dat dat zeg maar ook het minst erg is als ik daarvan verlies. Maar dit niveau, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Zo, dan hebben wij 467 punten binnengehaald. En Kvyat gaat ook lekker. We hebben punten om te strooien, jongens. Het gaat maar niet op. Oeh, en we staan wel heel erg slecht achter met de motor. Hoeveel kost deze? Ik denk dat ik voor deze ga sparen. Oh nee, is ook fuel. Fuel en RS, we kunnen verder helemaal niks doen. Nou, dan maar hier wat aan de motor doen, want dat gaat niet helemaal best hier. En daar zijn we bij Q1, dames en heren. Het niveau staat nog steeds op 103, dus laten wij eens even kijken of wij nog steeds snel genoeg zijn. Nou, dan gaan we dan, jongens, ons eerste rondje. Ons eerste kwalificatierondje. En ik begin Engeland steeds beter onder de knie te krijgen. Dus ik denk dat dat ook wel steeds beter gaat. Maar ja, dan kom je maar op één manier achter en gewoon een knijtersnelle ronde neerzetten. En ik weet niet of dat zeg maar meteen gaat lukken. Deze bocht is altijd wel pittig en dan moet je hier zeer geduldig zijn. Laat hem lekker rollen, dan stuurt die auto wat beter. Als jij te vroeg op je gas gaat, dan gaat de auto zo naar buiten. En ik moet hier eigenlijk veel meer zeg maar daar die rechter bocht afsnijden. Klein liftje. En weer door. Niet te wijd gaan daar. En hier gewoon flat out, eentje terug, twee terug
En niet te wijd gaan, dit is te wijd. En dan gaan we weer door naar het lange rechte stuk met DRS. En hier twee terug. Weer een beetje rollen. En weer vol gas. Op naar de laatste paar bochtjes. En dan zit ons eerste rondje erop. Het was niet perfect, maar het was volgens mij wel prima. Het was niet zo prima. Ik viel dus een seconde sneller, dus er staat iets niet helemaal best. Misschien is het niveau op Engeland niet helemaal goed. Maar we gaan dadelijk voor een laatste run naar buiten. En dan moeten we even zorgen dat we doorgaan naar Q2, want dit is wel heel erg nieuw. 14e. Oké, het is wel genoeg. Het veld zit gewoon heel dicht bij elkaar. Het is P12. Nou, dat was maar op het nippertje. Maar ik moet wel even zeggen, Kvyat staat eerste. Kvyat! En Vettel ligt eruit. Hallo. Nou, ik ben benieuwd naar Q2. Nou, en we gaan een rondje met een oud setje banden doen. En dan met een nieuw setje. Dus laten we meteen gaan. En dadelijk hopelijk weer nog wat verbeteren. Het scheelt ongeveer, denk ik, 2/3 tienden met een nieuw setje dadelijk. Nou, ons eerste rondje zit erop. En het is sneller dan Gasly. Ik ga even het nieuwe banden setje erop zetten. Want die is 1/4 tiende. Sneller. En dan gaan we dadelijk met z'n allen voor een laatste run. En dan hebben we 2,5 tiende. Hopelijk in de pocket. We gaan een beetje wijd. Oh my god. We hebben alles weggegooid aan het einde. 12e zijn we. Zijn we niet blij mee. Maar ja. Het was even pittig en ik weet niet waar Kvyat staat, dus ik hoop dat hij een beetje in de buurt staat. Wat een uitslover die Kvyat. Staat die 5e? Hij is gewoon 15e, 16e sneller dan mij. Daar staan we dan jongens. Onze race-strategie is 8 rondjes op de soft, dan 5 op de medium. En dan zit het er alweer op, dus laten we meteen gaan beginnen. Let's go! Alright, en daar gaan we dan dames en heren. We staan er helemaal klaar voor tussen de Red Bulls. Of ja, tussen. Naast de Red Bulls. Naast Max en Albon. En het is een beetje hutje-mutje hier. In bocht 1. Dus daar moesten we even een klein dotje op de rem. En dan nu met z'n allen achter elkaar. Albon heeft 1 plek weten te winnen. En ik ga proberen om Max te pakken. Leclerc zit achter me, dat is onze nieuwe rivaal. Dus daar moeten we absoluut voor blijven. Maar het zou ook wel nice zijn als wij langs Max kunnen komen. En ik denk dat we dadelijk zeker wel een kans krijgen. We moeten wel voor die McLaren kunnen finishen. Held position, yes, yes. Oeh. Ocon die zit naast Albon. Dat is niet ideaal voor hun. Oh my god. Ja, nee, dat gaat niet. Oh my god. Wheel bounce met Max. Terwijl we echt knijtertje hard gingen. Dat was echt een grote fout van mij. Oeh. En Ocon die had daar een klein momentje dat zijn auto uitbrak. Kijken of Verstappen daarvan kan profiteren. Terwijl Leclerc gewoon echt even bij ons loopt aan te kloppen van hey hallo. Hier rij ik en ik wil graag langs. Maar als we maar binnen de DRS-zone blijven en dadelijk misschien een actie kunnen maken, dan ben ik al helemaal tevreden en helemaal blij. Maar we moeten wel even punten scoren voor het team. Maar dat kan sowieso, denk ik. Want de top 10 die is natuurlijk gestart op slechtere banden die al gebruikt zijn bij de kwalificatie. Omdat wij niet verder dan Q2 zijn gekomen, mochten wij verse bandjes gebruiken. Dus wij gaan later pitstoppen, langer doorrijden op versere softbanden. En dat is gewoon zeer voordelig. En nu hebben we DRS bij Max Verstappen. We komen heel dichtbij, we komen heel dichtbij, we komen heel dichtbij. Kijken of we buitenom misschien wat meer snelheid mee kunnen nemen. Hij zit nog aan die binnenkant. Maar wij zitten nu aan de binnenkant. En hij zit achter ons. Dus we hebben hem mooi buitenom in kunnen halen. Nu achter Ocon'tje aan. Oh my god, de achterkant brak uit. Ja, en daar komt Max meteen weer kijken. We gaan hier zij aan zij. 300 km per uur. En dadelijk krijgen we Max Verstappen met DRS eventjes die ons wil aanvallen en die positie weer wil terugpakken.
Maar dat kunnen we eventjes niet laten gebeuren. We hebben zelf nog DRS gelukkig, maar niet heel veel slipstream, want we zitten best ver achter hem. We zitten in een snel treintje, ja. Hohoho. We hebben Ricciardo. Dan hebben we twee McLarens. Dan hebben we Albon en Ocon. En de gap is echt minimaal. Hebben wij ook nog Max en Leclerc achter ons. Niks naar mix 2. Nu al. Nou, ik hoop dat er wat mensen gaan pitten. En daar gaat in ieder geval één iemand. Dan gaat de rest denk ik de volgende ronde. En dan hoop ik dat we toch nog wat voordeel uit die nieuwe banden halen. En daar gaan weer veel mensen in de pit. Wij gaan dit rondje. Vind ik wel raar dat zeg maar dan de top 10 toch even lang door kan rijden op een setje banden. Terwijl ik versere banden heb. Dat vind ik een beetje apart. Het scheelt natuurlijk wel maar een rondje. Maar wel een kwalificatierondje waar je echt zeg maar tot de limiet pusht. En gaan we dan nu in de pit? Ja, nu natuurlijk weer met z'n allen. Oh, en die auto's achter me komen samen de pit in. Want zij gaan zij. Russell en Gasly. Nou, wij hebben ons pitstop. Het is druk. Ik hoop dat we geen last krijgen van het verkeer. Let me go, let me go. Nee, joh. Wat een tijdverspilling. Nou, dat was echt een drama stop. Maar dan ook echt een drama stop. Zitten we nou weer achter Verstappen? Oh, en ook al zijn motor ploft. Oh, en dan gaan we bijna. Ook onze motor ploft voor onze neus. We hebben Vettel hier achter ons. We zitten achter. Oh. Oké, dit is echt de slechtste pitstop der tijden. Oké, en daar gaan we weer, dames en heren. Tijd om te racen. En weer wat tijd goed te maken. Ik had gewoon een rondje langer buiten moeten blijven. Dan was het allemaal perfect getimed. En nu is het zelfs niet zeker of ik punten ga halen, denk ik. Oei, oei, oei. Zelfs Leclerc zit voor me, jongens. We hebben echt de slechtste pitstop ever gehad. We zijn echt zo hard genaaid. Ik moet echt Leclerc nog inhalen. Dat is voor de rivaliteit, maar... We gaan geen punten scoren zo, hè? Oh. Oh, en Max Verstappen heeft zelfs Albon ingehaald. Want die zit op de harde band. Daar snap ik ook helemaal niks van. Ze hebben later gepit. En ze zitten op de hardere band. Dus dat maakt absolutely no sense. Maar we zitten bijna in de DRS-zone bij Leclerc. Dus misschien kunnen we nog wel punten halen. Dan moeten we alleen Albon dadelijk gaan inhalen ook nog. Dus we moeten ze allebei pakken. En we hebben niet heel veel tijd meer. Dus het wordt een spannende laatste ronde dadelijk. En het kan het verschil zijn tussen... Ja, een best wel saaie race waar we niet eens posities hebben gewonnen. Omdat we... een klote pitstop hebben gehad. Of dat we in de laatste ronde twee mensen inhalen. En dan punten halen voor het team. En kijk eens aan, dit is top. Want nu zijn ze met elkaar aan het battelen. Dat kost veel tijd. Verstappen die is hier bezig met verdedigen. Albon die verremt zich. Ik zit te kijken. Maar er is niet echt een gap of zo waar ik tussendoor kan sneaken. Leclerc die zit ook al te kijken. Oeh, dat was een gevaarlijk bochtje. Wat kunnen we doen, jongens? We zijn in ieder geval enorm dichtbij. Hier moeten we al één iemand halen. En dan moeten we dadelijk nog iemand inhalen. En we gaan op Leclerc af. Gaat hij wat verdedigen? Lijkt er niet op. Lampje gaat knipperen. En kunnen we hem dan misschien hier aan de binnenkant zetten? Of toch laten remmen? Laten remmen is een juist antwoord. Maar nu hebben we nog steeds geen punten, jongens. Oh my god. En ik verlies hem bijna. Nee, verlies hem op de plek. Nog net voor de finish. 12e. Zoveel moeite. Bloed, zweet en tranen. En dan krijg je helemaal niks terug. Dat was de race, jongens. Kvyat is nog 4e geworden. Wij hebben een beetje gefaald. Sorry. Ik deed mijn best, maar de pitstop heeft het echt verpest. Anders konden we echt makkelijk 9e zijn. Waar Max Verstappen staat. Maar helaas... Vond je nou wel een leuke video? Smash vooral op dat blauw duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om dat belletje aan te zetten. Zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later.